Hoi allemaal, ik ben Arthur Krijgersman, meester Arthur. En in deze video ga ik vooral een aantal collega's van mij laten zien wat ik in mijn vorige trainingsdag allemaal heb geleerd. Die trainingsdag gaat over gesprekstechnieken. En ik heb er een andere presentatie van gemaakt, omdat ik hem kort en krachtig wil vertellen. Ik ga drie dingen laten zien. Namelijk wat rapport maken is, het Franse woord voor verbinding. De tweede gaat over representatiesystemen. En de derde laat ik zien wat de cordonmethode is en hoe je dat zou kunnen gebruiken. Laten we beginnen. Ik begin met de eerste, rapport creëren. Rapport is verbinden. Dat is verbinding maken met de ander. Zonder die verbinding met elkaar hebben we geen klik. Het is zeg maar de klik die je moet hebben om een gesprek te kunnen voeren. Zeker als ik jouw coach ben of jij mijn coach bent of als we samen werken, is het handig als we wel die klik hebben. En zoals we weten, gaat het ook wel eens mis, gaat het ook wel eens fout, dan kan je ook botsen. En daar ga ik het dan straks over hebben, hoe je dat dan op zou kunnen lossen. Het gaat erom dat je weet dat de ander waarschijnlijk anders is. En dat je probeert ook tegemoet te komen naar die ander toe. Maar dat verwacht je andersom natuurlijk ook. Het is dus afstemmen op elkaar. Als we afstemmen op elkaar, dat vind ik digitaal heel moeilijk. Daarom maak ik er nu een video over. Maar normaal zou ik dan kijken, hoe reageer jij op mij? En een rapport maken kan je doen door bijvoorbeeld elkaar te spiegelen. Maar ik vind het dan altijd heel lastig. Ik ga soms bewust juist niet precies hetzelfde doen als jij. Want dat vind ik een soort verkooptrucje. Daar hou ik niet van. Het gaat om de echte verbinding. Het gaat erom dat je het ongedwongen doet. En dat je niet precies probeert te kopiëren wat de ander doet. Dat werkt niet. Dan heb je nog geen klik. Want dan denkt die ander, wat doe jij nou? En het gaat om vertrouwen. En dat vertrouwen ben je dan kwijt. Vertrouwen bouw je namelijk op. En wat ik zei, het moet ongedwongen zijn. Wat kan je doen om dat voor elkaar te krijgen? Nou, je kan dus afstemmen op die ander. Hoe kijkt die persoon? Daarop inspelen. Non-verbale communicatie is gewoon heel belangrijk. Wat voel jij erbij? Hoe de ander doet? Het moet congruent zijn wat jij laat zien. Als ik zo zeg, ik ben hartstikke boos op jou, dan geloof je me niet. Dorie, nou vind ik het vervelend worden. Dat ziet er al heel anders uit. Je moet de mimiek, zeg maar, en hoe je non-verbaal reageert, moet kloppen met wat je zegt. Als dat niet klopt, zeker ook bij kinderen merk je dat, dan snappen ze je niet meer. Maar ook collega's onder elkaar snappen elkaar dan niet meer. En een stukje spiegelen waar ik het net over had, dat is ook belangrijk. Als we een verbinding hebben met elkaar, gaat dat vaak automatisch. Dan ben je al, zit je vaak gespiegeld tegenover elkaar. In de training konden we dat goed zien. De meeste mensen die inderdaad in tweetallen met elkaar aan het praten waren, waren elkaar redelijk aan het spiegelen. Dat gaat vaak ongemerkt. Dat doen we ook met lichaamstaal. Albert Mehrabian, ik weet niet of ik het goed uitspreek, dat is een onderzoeker die heeft onderzoek gedaan. Hij zegt zelf al, die percentages is een beetje een inschatting. Het is niet definitief onderzocht. Maar het laat eigenlijk zien dat de woorden die ik gebruik hebben 7% impact op de hele gespreksvorming. De intonatie, dus hoe ik mijn stem gebruik, of ik het misschien heel zachtjes doe, of in heel luid, dat is 38%. En de lichaamstaal, wat ik doe, wat ik beweeg, hoe ik kijk, dat is 55% volgens deze onderzoeker. Heel veel in de communicatie, cursussen, trainingen en dergelijke, komen deze percentages ook weer naar voren. En vaak klopt het ook. Maar er zijn ook tegenonderzoeken. Dus laat je er niet door leiden dat alles ineens non-verbaal is, maar wel heel veel. En dat merken we gewoon in alles. En dat was in het kort wat ik wilde vertellen over rapport creëren. Als je nog meer wil weten hierover, kan je op Google zoeken rapport creëren. Of je kijkt, als je op mijn website kijkt, deze film, kan je op de links klikken die onder deze film staan. Ga ik verder met 2. Representatiesystemen. Want stel, je hebt die klik. Dan is het ook goed om te weten dat die ander uiteraard anders is dan jij. Er zijn meerdere representatiesystemen, maar de belangrijkste die bespreek ik eventjes hier. En dat gaat inderdaad, wat je hier op het plaatje ziet, om visueel wat we zien. Auditief tonaal, wat we horen.
kinesthetisch wat we voelen, maar ook wat we van binnen voelen. Niet alleen met de huid, maar ook van binnen, met mijn hart. En auditief digitaal, nadenken. Nadenken over verschillende, over alles in je hersens zijn. De meeste mensen hebben een voorkeursysteem. En zo kan je inspelen op, ik hoor dat die persoon veel overzien heeft. Dan moet ik misschien wat meer in beelden denken. Of, ik hoor dat die persoon het vooral over luisteren heeft. Dan moet ik misschien wat meer met auditieve dingen doen. Of, ik moet het op het gevoel spelen van meer woorden gebruiken die met de gevoelens te maken hebben. Of heel logisch redeneren. En dan zit je waarschijnlijk in auditief digitaal als je die woorden gebruikt. Op die manier kan je dus een klein beetje meer dat rapport maken, die verbinding zoeken. Zodat je aan kan sluiten bij die ander. Hoe kan je dat dan herkennen? Nou, mensen die een beetje visuele voorkeur hebben, die kijken dus met hun ogen vaak omhoog. Ze ademen vanuit het bovenste deel van hun longen. Ze praten vaak snel, gebruiken veel visuele woorden, onthouden en leren door te zien. Ze zijn minder goed in het onthouden van verbale opdrachten. Uiterlijk is voor hen belangrijk. En ze zijn vooral geïnteresseerd in jouw voorstel als het er goed uitziet. Hoe kan je die auditief tonaal mensen dan herkennen, die daar de voorkeur voor hebben? Die ademen vaak vanuit het midden van hun longen. Ze bewegen hun ogen vaak horizontaal opzij. Praten hardop tegen zichzelf. Gebruiken veel auditief tonale woorden. Kunnen auditieve informatie gemakkelijk herhalen. Onthouden en leren door te luisteren. Ze zijn snel afgeleid door geluiden, houden vaak van muziek. Ze zijn gevoelig voor de tone of voice. Dus inderdaad, die intonatie is voor hen wat belangrijker waarschijnlijk nog. Ze zijn geïnteresseerd in jouw voorstel als het goed klinkt, als het gehoor goed is. Kinesthetisch, het gevoel. Die mensen ademen vaak vanuit het onderste deel van hun longen. Ze bewegen en spreken rustig. Gebruiken veel kinesthetische woorden, gevoelswoorden. Ze zijn gevoeliger voor aanraking. Ze onthouden en leren door te doen. En ze zijn geïnteresseerd in jouw voorstel als het goed voelt. En de laatste veelgebruikte, veel voorkomende representatiesysteem is de auditief digitale. En dat is dus eigenlijk het overdenken. Daar gaat het over het hebben van geen specifieke fysiologische kenmerken zoals bij die andere systemen. De zintuigen zoals gevoel of zien of horen of ruiken of smaak wordt hier niet mee geprikkeld, maar het zit in de hersens. Ze gebruiken veel auditief digitale woorden, dus nadenken en hoe je met de hersens en logisch, onthouden en leren door logica, procedures en volgordes. En ze zijn vooral geïnteresseerd in jouw voorstel als het klopt, als het logisch is. Op deze manier kan je dus de ander benaderen vanuit zijn of haar voorkeur. De laatste die ik dan wil gebruiken, want een conflict kan altijd. En ook als je bij de ander probeert die klik te maken. En ook als je het vanuit het juiste vanuit het juiste representatiesysteem probeert te connecten. Dan nog kan het fout gaan. Dan nog kan je even een botsing hebben. De Gordon-methode is ooit door meneer Gordon ontwikkeld om kinderen op te voeden als gelijkwaardige mensen. Maar die methode kan je ook heel goed gebruiken met collega's. Het is namelijk een gelijkwaardige methode met respect voor elkaar. Nou, wat houdt het dan in? Actief luisteren. Als je het eerste filmpje hebt bekeken wat ik als introductie op mijn website heb staan, dan kan je heel goed zien wat niet luisteren met iemand doet. Als je niet luistert, ben je niet verbonden. Maar hoe luister je nou actief naar de ander zonder dat je daar gelijk een oordeel op hebt of zonder dat je gelijk met oplossingen komt, wat niet altijd wenselijk is voor de ander? Dat doe je met actief luisteren. Nou, hoe doe je dat dan? Dat doe je zonder oordeel. Dus als een collega zegt, ik vind het zo vervelend dat die ouder boos werd op me. Dan kan je zeggen, het viel toch wel mee. Maar dat helpt die ander niet. Met empathie kan je luisteren en denken, ik snap dat jij het hartstikke vervelend vond dat die ouder boos op je werd. Dat zou ik ook vervelend vinden.
dan leef je al mee. Dan ben je al meer met een klik bezig dan dat je het maar denkt van, oh, het lijkt wel een probleem, maar het is het helemaal niet. Hè? Want in jouw ogen is het misschien helemaal geen probleem, maar die collega kan er wel zwaar mee zitten. En vanuit ik-boodschap kan je dan reageren. Dat betekent dat je het gedrag benoemt, zonder oordeel. En dan aangeeft wat jij erbij voelt. Stel dat je een collega al het afval bij elkaar in één bak ziet gooien. Terwijl jij weet dat er verschillende bakken zijn voor bijvoorbeeld plastic, gewoon afval en groente- en fruitafval. En je dat ook heel belangrijk vindt. Hoe kan je dat dan doen? Nou, je kan die collega aanspreken van, joh, mafkees, wat doe je nou? We hebben verschillende bakken, doe het eens even in de goede. Die ander kan zich aangevallen voelen, dat kan een conflict worden. De Cordon-methode probeert dat conflict te vermijden door eigenlijk te zeggen wat je ziet, dat gedrag te benoemen. Dus in dit geval kan je zeggen tegen die collega, joh, ik zie dat je al het afval in die ene bak doet. Vervolgens geef je aan wat jij erbij voelt. Ik voel me daardoor geïrriteerd. En vervolgens geef je daarna waarom. Wat de gevolgen zijn. Want ik wil goed zijn voor het milieu en ik wil zorgen dat alles gescheiden ingeleverd wordt. En die bakken staan ervoor. En als alles in dezelfde bak komt, heeft de gemeente weer veel meer werk en kost dat uiteindelijk weer veel meer geld. Zou je het afval gewoon netjes kunnen scheiden? En of die boodschap dan overkomt, dat weet je nog niet. Het kan een vreselijke irritatie zijn bij de andere collega, dat jij alweer de tiende persoon bent die dat daarover zegt. En dat die ander denkt van, ja, het komt toch allemaal in één groot gat en het maakt toch helemaal niks uit voor het milieu. Maar goed, die dialoog die kan je vervolgens ook aangaan. De kans dat iemand gelijk explodeert als je deze methode gebruikt is kleiner, maar hij is er natuurlijk nog steeds. We zijn allemaal mensen. Dit was heel kort in vogelvlucht wat ik heb geleerd in mijn laatste trainingsdag en wat ik dus aan een aantal collega's moest doorgeven. Ik hoop dat dit duidelijk is. Als ik je gevraagd heb om naar deze film te kijken, heb ik nog een aantal vragen. Die staan onder deze film op mijn website van kindercoachartu.nl. Dankjewel vast voor het beantwoorden van die vragen. Einde van deze video. Tot de volgende video. Doei!